Hallo lieve vrienden en vriendinnen. Hoe is het daar? Met jullie reviewcoding gaat het helemaal toppie. Eens even kijken wat ons Ahmedje nu weer heeft opgestuurd. Een doos met chocolaatjes. Crocanti grissini. Rocciapartiti finissimo. Cioccolata al latte. I pratisce confezioni monoporzione. Dit zijn Italiaanse cookies met een chocolade. Kijk. Leuk man. In een zakkie, per twee. Een soort soepstengel. Met melkchocolade eraan. Ja, ik hou niet van chocolade. Maar goed, we gaan toch even proeven. Ik zweer het je. Dit is echt serieus gewoon een ouderwetse soepstengel. Met een beetje chocolade erop. Geen moer aan. Ik heb net gezegd dat die grote zwarte chocostick geen moer aan is. Maar die Italianen die hebben dat Zulu's genoemd. Naar dat stam in Afrika. Zulu's. Wij hadden hier niet zo heel lang geleden in de supermarkt ook een soort snoepje met een knipoog naar de donkere medemens. Puntje, 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 zoen. Snap je nog wel? Die puntje, 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 zoen. Waar dat puntje, 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 puntje weg is gehaald en nu gewoon zoen heet. En die werden verboden, want heel erg discriminerend en racistisch. En nou zit de potverdomme zelf met een hele grote, dikke... chocolade Zulu in mijn mond. Ik wil graag bij deze alle mensen die zich aangesproken voelen als Zulu, omdat ze er eentje zijn, of ze voelen zich verwant met Zulu's, mijn excuses aanbieden. Ik had niet zomaar zo'n grote, dikke, donkere chocoladeknots in mijn keel moeten duwen, zonder er gewoon eventjes bij stil te staan. Wat een smerig, discriminerend en ook of racistisch koekje het is. Het is niet alleen smakeloos qua naam, het is ook smakeloos qua product. Want gadverdamme, vieze goedkope melkchocolade op een vieze gadverdamme goedkope soepstengel. Ik word hier heel erg verdrietig van. Ik hoef ze niet meer, die vieze gore chocosticks. Overigens, als je vindt dat dat ook discriminerend is, dat ik nu die donkere dingen afwijs, dan spijt dat mij ook. Ik geloof niet dat ik er helemaal meer uitkom. Allemaal leuk en aardig, Ahmed, met je Zulu-sticks. Ik zit nu in een aardig vervelend pakket. Want probeer ik verdomme lieve en aardige reviews te maken zonder politiek incorrecte praatjes. En dan stuur je dit soort dingen naar me op. Wat moet ik daar nou mee? Dus ik wil voor eens en voor altijd afstand nemen van deze Zulu-sticks. Want dat kan namelijk echt niet. En dat is verschrikkelijk. En heel erg. En heel vreselijk. En discriminerend en racistisch. En ook een beetje seksistisch. Want waarom zijn die donkere dingen altijd zo groot en lang en stevig? En moet je die overal insteken? Voor iedereen die boos is, sorry. En voor de producent van Zulu Sticks, dit kan je niet maken. Voor de naam krijg je al een dikke onvoldoende. En ze zijn ook nog een keer niet tevreden. Dus Zulu Sticks, jullie krijgen van mij een 2. En nou wegwezen met die groep. Godverjucht, dat kan toch niet? Dat kan toch allemaal niet meer?